De door brand getroffen supermarkten in Den Haag en Rijswijk bleven dicht vandaag. De politie gaat uit van brandstichting. Paarden oefenen op het strand voor Prinsjesdag. En slechtvalk slaat toe in Haagse duiventil. Dag dames en heren. De politie gaat uit van brandstichting bij de Albert Heijn in Rijswijk en de Jumbo in het Haagse Laakkwartier. In beide winkels woedde gisteren rond het middaguur korte tijd brand. Door rook- en waterschade gingen beide winkels vanmorgen niet open. Niks, geen 1 plus 1 gratis of de tweede voor de halve prijs. De AH in Rijswijk is in ieder geval tot de middag dicht. Nee, geen vers broodje inderdaad. We dachten nog eerst van misschien geen toiletpapier, want dat had hij aangestoken. Maar toch helemaal dicht, dat hadden we niet verwacht, nee. Ja, het is allebei aangestoken, denken ze. De politie gaat dus uit van brandstichting. Ja, dat blijkt uit verklaringen van mensen die in de winkel aanwezig waren op het moment dat de brand ontstond. En mogelijk hebben die mensen ook nog zelf foto's en video's ervan genomen. En daar zijn we nog naar op zoek. Tussen de ene brand en de andere brand zit 20 minuten. Dat roept vragen op of we met één en dezelfde dader te maken hebben. De twee branden waren inderdaad vlak achter elkaar, maar wij bekijken ze wel als twee afzonderlijke zaken. Dat betekent natuurlijk niet dat wij er geen oog voor hebben dat het mogelijk sprake kan zijn van dezelfde dader. Dus ook daar houden we rekening mee. Ook bij de Jumbo in Laak, daar wordt het niet hoor met dat broodje. Want hier is het helemaal leeg en dicht. De Action, de Aldi en de Jumbo, geen boodschappen. Ik vind het wel erg. En gisteren stond er allemaal dus brandweerwagens hier. Ik schrok me dood. Ik kwam eigenlijk een ontbijt halen bij de Jumbo. Gaat hem niet worden. De politie doet dus verder onderzoek naar de precieze toedracht. Duidelijk is dat de schade in Laak aanzienlijk groter is dan bij de AH in Rijswijk. Niet alleen de Jumbo, maar ook de Aldi en de Action zullen de komende dagen nog dicht zijn. De klant moet dus onverrichte zaken naar huis. Jihadverdachte Rudolf H. uit de Haagse Schilderswijk heeft zelf geen mening over de jihad. Dat zei hij vandaag in de rechtbank. Hij wordt verdacht van opruiing, van het aansporen tot die strijd in Syrië. Maar hij weet niet of die strijd wel een goede jihad is. Bij de extra beveiligde rechtbank, De Bunker in Amsterdam, is onze verslaggever Vincent Veeman. Vincent, hoe zit dat precies? Hoe kan hij er nou eigenlijk geen mening over hebben? Ja, de rechtbank begreep daar ook niks van. Rudolf H. is vandaag de eerste van de 10 jihadverdachten die voor de rechter moet verschijnen. Hij is de beheerder van de website dewarereligie.nl. En de rechter wilde vanochtend van hem weten, ja, wat is voor u nou eigenlijk het begrip jihad? Wat houdt dat volgens u in? En de strijd in Syrië, noemt u dat ook de jihad? Zoals ja, die elke moslim zou moeten steunen. Het antwoord van Rudolf H. daarop was, daar heb ik me nog niet in verdiept. Hij begrijpt, de rechtbank snapte daar helemaal niks van. Die zei, u heeft over alles een hele felle mening, ook op uw website. U vindt overal iets van en juist dit onderwerp dat zo in de belangstelling gaat, daar heeft u zich niet in verdiept. Nou, dat konden ze niet geloven. Ja, en komt het hem niet gewoon goed uit om dat te zeggen? Ja, dat kan. Dat is inderdaad een mogelijkheid. Er zijn meer dingen vandaag waar je je vraagtekens erbij zou kunnen stellen. Hij is bijvoorbeeld met Azzedine C., de andere hoofdverdachte in dit proces, is die in de Schilderswijk een keer naar de moskee geweest. Nou, toen ze buiten kwamen werd Azzedine C. aangesproken door een vader die zei dat Azzedine C. zijn zoon zou hebben geronseld voor de strijd. Nou, dat conflict liep nogal hoog op, maar het was allemaal in Berbers, dus zegt Rudolf H., ik kon dat niet verstaan. Maar hij zegt ook, ik heb daar later niet meer naar gevraagd. Nou, dat vond de rechtbank opmerkelijk. Net zoals hij bijvoorbeeld zegt, ik heb nooit met ze gesproken over de strijd in Syrië, of mensen wel of niet naar Syrië moeten vertrekken. Al dat soort zaken zegt hij, ik heb daar niet over gesproken. Je kunt je afvragen of hij daarmee inderdaad probeert makkelijk die zaken te ontlopen. Nou, er is helemaal geen sprake van ergens onderuit komen. Want laten we niet vergeten dat hij terecht staat voor de verdenking van opruien. Dus de verdenking, het aanzetten tot geweld. Nou, daar heb ik nog geen vraag over gehoord. En dat is waar hij zich tegen moet verweren. En het gaat er niet om wat hij wel of niet van dit soort dingen zou vinden. Het is niet strafbaar om bepaalde denkbeelden ergens over te hebben. Hij staat terecht voor de verdenking van aanzetten tot geweld. En daar heb ik nog geen vraag over gehoord. Ja, maar Vincent, hij had toch die site, dewarereligie.nl?
Ja, volgens de advocaat staat er op die website in ieder geval niks wat strafbaar is of waarin hij met zoveel woorden partij kiest voor het een of het ander. Het Openbaar Ministerie denkt daar ongetwijfeld anders over en die komt ook met een mooie presentatie waarin allerlei stukken tekst dat moeten gaan verduidelijken. Dat komt waarschijnlijk morgen. Dankjewel Vincent en je blijft het voor ons volgen daar in Amsterdam. Ja, het is nu nog een kaal, winderig dak van een groot Haags kantoorgebouw. Maar binnenkort komt hier een grote kas op te staan. En daarmee wordt het de grootste commerciële stadsboerderij van Europa. Bovendien gaat in het gebouw ook vis worden gekweekt. In april 2016 moet de eerste Haagse tilapia op het bord liggen. Je moet er een klein beetje fantasie voor hebben om het te kunnen geloven. Maar over minder dan een jaar groeien hier tomaten, kruiden en bijvoorbeeld mosterdzaden. Op het dak van de voormalige fabriek van Philips aan de Haagse Televisiestraat komt een enorme kas. Daarmee wordt het de grootste commerciële plek waar levensmiddelen worden gekweekt in een stad in Europa. Maar dat is nog niet alles. De hokjes waar medewerkers ooit over hun bureau zaten gebogen worden weggehaald. En hier op de 6e verdieping van het gebouw komt een reusachtige viskwekerij. Het bijzondere is dat het bijna een gesloten systeem wordt. Het water voor de groente op het dak komt uit de kwekerij. De planten halen hier hun voeding uit en gezuiverd gaat het terug naar de tilapia. Dat heeft veel voordelen. We address water saving, we address waste, we address sustainable production with low fertilizer needs and it's right where people need to eat the food. En omdat de groenten en vis dicht bij de consumenten worden gekweekt, liggen ze vers op het bord. Which means that the quality of your food, the taste of it, the nutrition, everything is going to be better than what you're experiencing. De gemeente Den Haag steunt het project van de Zwitserse initiatiefnemers. Het kan misschien wel leiden tot een heel nieuwe bedrijfstak, is het idee. Ik denk dat dit een initiatief is met ontzettend veel potentie die Den Haag ook op dit gebied economisch op de kaart gaat zetten. 45 ton groente en 19 ton vis wordt hier straks geproduceerd. En allemaal duurzaam. Ik ben heel benieuwd hoe dat smaakt en ik ben ook heel benieuwd wat er dan nog meer voor bedrijven hier naartoe komen. Want er zijn nog meer verdiepingen vrij en volgens mij trekt het enorm aan. De Hoornse Kade in Den Hoorn is vanochtend afgesloten. Volgens de politie omdat er een verwarde man gewond is geraakt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. En ook is er een traumahelikopter geweest met gespecialiseerde artsen. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. De politie onderzoekt het incident. Het museum Escher in het Paleis wil verhuizen naar het gebouw van de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Het museum zit nu nog in het voormalige paleis van koningin Emma aan het Lange Voorhout, maar dat pand wordt te klein. De ambassade verhuist binnenkort naar een nieuw gebouw in Wassenaar. Het Escher Museum zou in 2018 daar de deuren al kunnen openen. De Prinses Irene-tunnel in Delft heeft gisteravond urenlang onder water gestaan door de hevige regenval. Tram 1 kon hierdoor niet doorrijden in de tunnel. Tussen Rijswijk en Delft zijn daarom bussen ingezet. Het probleem doet zich vaker voor in de tunnel als het hard heeft geregend. Ja, en dan naar het verhaal van een slechtvalk. Die heeft namelijk toegeslagen in Den Haag. De roofvogel was in een duiventil aan de Copernicusstraat gekropen en daar verorberde hij een sierduif tot op het bot. Het is de grootste nachtmerrie van elke duivenmelker. Je duiventil binnenkomen en daar alleen nog maar een paar botjes terugvinden van je favoriete duif. Ja, dat overkwam Leo van Teilingen, want een slechtvalk at zijn duif helemaal op. Ja, hij zat hier in dat hok. Ik had hier, de rem was dicht. Nou, er zit daarboven een gleuf, dat is een zogenaamde spaarpot voor de kenners. Ik had een springer in de ren, die springt dan heen en weer. En waarschijnlijk heeft hij die als prooier gezien. En is door die spaarpot naar binnen geglipt en heeft lekker met doffer op zitten peuzelen. De buurman was getuige van de slagpartij. Ik heb 's ochtends om 7 uur heb ik geluiden gehoord, heb ik gekrijs gehoord. En ik zeg tegen mijn vrouw nog van, vogels bezig. Maar ja, dat hebben we wel vaker hier zo, dat je dan van die halsbandpakieten hoort of verder niet bij stilgestaan. Dat het natuurlijk zoiets... Dus achteraf gezien had je hem nog kunnen redden ook misschien? Ja, nou ja, dat was waarschijnlijk wel te laat geweest, maar... Wie weet. Ik had het misschien wat sneller moeten zijn. Nee, dat was natuurlijk onzin. Als zo'n beest erin zit, dan is het einde verhaal. Ja. Slechtvalken vliegen rond in stedelijk gebied om de stadsduivenpopulatie in toom te houden. Ja, en normaal gesproken vallen ze alleen maar aan vanuit hoog in de lucht. Ik heb nog niet gehoord dat ze echt in een ren gegaan zijn en dan een duif eruit gehaald hebben. En nu maar hopen dat hij niet nog eens terugkomt, want hij weet nu waar hij zijn kostje moet halen.
Nou, niet vanavond hier stiekem met de luchtbugs gaan zitten, hè? Nou, dat zal ik nooit doen. Morgen, dan is het de derde dinsdag in september en dus Prinsjesdag. Naast de koning, koningin en een hoop ministers ook weer veel aandacht voor de hele entourage en de sfeer in de stad. En ook zullen er 64 paarden te zien zijn. En de paarden en hun ruiters begeleiden morgen de Gouden Koets om te testen of de paarden tegen gillend publiek en andere omstandigheden kunnen. Oefenden ze vandaag alvast op het strand van Scheveningen. Het is een prachtig gezicht. Tientallen paarden van de cavalerie ere-escorte lopen een parcours op het strand van Scheveningen. Dat doen ze natuurlijk niet zomaar. De paarden moeten een heuse paniektest doorstaan om morgen de Gouden Koets te mogen begeleiden. En dus waren er gillende kinderen, vuurwerk, geweerschoten en zelfs rookbommen. Op enkele kleine paniekmomenten na ging de test goed, volgens ritmeester Heike Blauw. Ik vond het uitstekend gaan. Het was in het begin inderdaad wat onrustig, maar uiteindelijk merk je dat het paard toch een kuddedier is. En als hij zich veilig voelt in de kudde, dan gaat hij zich gewoon prima gedragen. En ook als het aan het aanwezige publiek ligt, zijn de paarden prima geslaagd. Ja, in het begin zag je wel dat ze onrustiger waren. Maar ja, het ging wel steeds beter, vond ik. Ja, ik denk het heel mooi gaat worden. Ze zijn er nu ook echt aan gewend, want wij gingen gillen, gillen. Doe eens nog één keer zo hard gillen. Ah! Tja, als je als paard daar tegen bestand bent, dan moet het ook wel goed komen. Toch mogen niet alle paarden morgen meelopen. Van de 80 paarden zullen er 16 afvallen. Die kijken natuurlijk met name of de combinatie ruiter-paard goed past in het geheel. En of dat we de verwachting hebben dat ze zich morgen goed gaan gedragen. En dus is het ook voor Heike Blauw en zijn paard Oesouf nog niet zeker of ze wel zullen meerijden. Nou, mijn paard heeft het erg goed gedaan vandaag. Dus ik hoop dat ik geselecteerd ben, maar daar ga ik wel vanuit. En ja, we hebben er allebei erg veel zin in. Ja, die paarden die zijn dus in ieder geval klaar voor Prinsjesdag. Maar wanneer was nou de allereerste troonrede? En waarom is het altijd op een dinsdag? Heel lang geleden, in de 17e eeuw, was Nederland een republiek. Er stond dus geen koning aan het roer. Maar we hadden wel prinsen en prinsessen. De verjaardag van die prinsjes die werd elk jaar gevierd op Prinsjesdag. Maar er waren nogal wat prinsjes en een hoop verjaardagen. En dat werd een beetje ingewikkeld. Koning Willem I startte in 1814 de huidige traditie van Prinsjesdag met een troonrede. 1814, ja, dat was gewoon, er stonden niet helemaal zoveel mensen langs de kant. Hè. De koning ging vanaf zijn paleis naar het regeringsgebouw, naar de Staten-Generaal. En daar opende die dat dan en dat was het. En waarschijnlijk stonden wel mensen te wuiven. Maar het is echt een traditie geworden, hè, om langs de kant te staan. Hè. Heel Nederland komt naar Den Haag ongeveer, hè, om de koets te zien en deze bijzondere dag in Den Haag natuurlijk mee te maken. Er is nogal wat geschoven met de datum van Prinsjesdag. Maar vanaf 1888 wordt die speciale dag gehouden op de derde dinsdag van september. Het was eerst op een maandag. Het is het begin van de week, lekker leuk. Alleen toen bleek dus dat christenen niet wilden reizen op een zondag om op tijd in Den Haag te zijn op een maandag. En toen is het verschoven naar een dinsdag. Dus dan konden ze maandag reizen. Die derde dinsdag heette dus al Prinsjesdag. Het is nu de opening van het politieke jaar waarbij de koning de troonrede uitspreekt. Het kabinet vertelt daarin over de stand van het land en wie er geld moet inleveren en wie er misschien wat bij krijgt. De koning komt uiteraard in vol ornaat naar de residentie. Er is een gouden koets, 8 paarden, 8 rijknechten en aan beide kanten van de koets lopen 4 lakeien. Dit is het laatste jaar van de Gouden Koets. Klinkt heel dramatisch, maar hij komt terug. 3 jaar gaat men erover doen om deze Gouden Koets. Hij was een beetje sleets om hem helemaal te restaureren. En vanaf volgend jaar gaan we met de Glazen Koets. En dat is ook wel bijzonder, want dat was weer de eerste koets waar koning Willem I mee reed naar Prinsjesdag. Een dagje naar het circus. Dit weekend was daar ruimschoots de gelegenheid voor in wijkpark De Verademing in het Haagse Regentessenkwartier. Maar is het eigenlijk wel een circus? Job en Arbel van de Westsafari gingen kijken. Hier links, links. Circusvlaggetjes, ballen. Midden in het Regentessenkwartier, een circus. Je ziet, het is niet zomaar een circus, het is het circus.
Ik zie hier heel veel dingen, maar geen leeuwen, tijgers. Het is niet een echt circus. Waar zijn we eigenlijk beland hier? Op het circus. Het circus is beland op Wijkpark De Verademing. En het circus is eigenlijk het circus van de wijk. Je ziet hier echt van alles rondlopen. Singer, songwriter. Wacht even, jullie heten het circus? Ja, het is een nieuw festival. Het is een nieuw Ik heb het verkeerd begrepen. Je hebt het niet verkeerd begrepen, maar het circus eigenlijk is het gewoon het circus van het leven. Waar zijn we eigenlijk? Jullie zijn bij Andy, de fietsende kapper. Ik fiets door heel Den Haag. Ik knip alles als er maar haar op zit. Poezen, honden, schaamhaar. Schaamhaar? Ja, wil jij? Het is geen circus met olifanten en tijgers, maar iets heel anders eigenlijk. Bevalt het? Het bevalt prima, alhoewel ik wel een olifant gezien heb. Dus dit is de beroemde olifant van het circus? Dit is dé olifant, ja. Ja. Het is van karton. Altijd, cardboarders. Alles van karton. Het is een sociaal duurzaam circus. Zoals je kunt zien hebben we een tent die energie genereert voor het festivalterrein. 98% van wat hier staat en meedoet en mee heeft gewerkt voor en achter de schermen, komt uit de wijk. En wat is dit dan? Dat heb ik echt nog nooit gezien. Wat is dit eigenlijk? Waar kijken we naar? Dit is Static Dance. En de enige regel is... dat je lekker beweegt en niet praat. Gaat u goed toch volgens mij? Ja, nou dat laat ik aan u over. Dat te concluderen. Er mogen dan geen leeuwen zijn en tijgers en grote olifanten. Maar het is wel leuk. Het is misschien wel het circus van de toekomst. Heb je dit nou zelf gemaakt? Nee, ik heb het zelf gemaakt. Daarom moet je zo lachen. En waar dient dit touwtje voor? Hier, bek. Oh, zijn bek. Het is wel een beetje gek dit hoor. Ja, te gek. Te gek. Ja, straks na het weer en de reclame. TV West Sport, zoals altijd op de maandagavond met Bart Nolles. Bart, ja, het was een druk sportweekend. Wat gaan we daarvan terugzien straks? Ja, we hebben een zeer gevarieerd sportprogramma zometeen, Menno. We komen terug op de nederlaag van ADO gisteren tegen Heracles Almelo. De Haagse ploeg is inmiddels afgezakt naar de 12e plaats. En dus is de prima sfeer rond de goede competitiestart inmiddels omgeslagen naar een reële sfeer. Kijk, het is duidelijk dat we van een goede start gewoon naar een hele doodgewone start gaan. En er is weer meteen dan ook heel veel werk aan de winkel. Want je kan je voorstellen dat het bij mij zo is, maar ik denk bij de jongens helemaal. Ja, we brengen ook ander voetbal, namelijk uit de zondag topklasse waar HBS en VVSB elkaar gisteren troffen. Verder tennis van het Theon International, we hebben hockey, we hebben zeilen. Afijn, te veel om op te noemen, zometeen op het hele uur in TV West Sport. Bart, dankjewel dat u straks in TV West Sport. Dan nu het weer met onze eigen Huub Mizee. Een groot deel van de komende week hebben we te maken met echt herfstweer. Iedere dag is er wel regen, er is ook veel wind van tijd tot tijd. En dat allemaal door toedoen van een lage drukgebied boven Engeland. Daaromheen trekken allerlei storingen en daar hebben we dus mee te maken. Dat begon eigenlijk allemaal al gisteravond. Toen trokken er enkele zeer actieve buien over het westen van Zuid-Holland. Dat leverde aardig wat neerslag op. Hier in Loosduinen 7 mm, maar in Hoek van Holland zelfs 18 mm. Op andere plaatsen veel minder. Daar kwamen die buien dan ook weer niet langs. En vandaag overdag opnieuw flinke stapelwolken, hier mooi gefotografeerd in Leiden. Er waren slechts af en toe een paar opklaringen, maar in de loop van de dag ontstonden er dus buien. Er kwam onweer bij voor en de temperatuur, nou, die kwam nog wel uit op 18 à 19 graden vanmiddag. Maar we gaan merken dat vooral de wind gaat toenemen de komende avond en nacht. Achter een front dat vanavond passeert wordt de wind zuidwestelijk en dan vrij krachtig. Langs de kust zelfs krachtig tot hard, mogelijk zelfs stormachtig. Windkracht 6 tot 8 met mogelijk zware windstoten. En verder zijn er opklaringen, maar met name langs de kust komen er toch ook weer buien voor met een kleine kans op onweer. De temperatuur die daalt vannacht tot een graad of 12. En morgen op Prinsjesdag. Nou, het ziet er ook niet al te best uit. Er zal zeker nog wel af en toe zon zijn, dat wel. Maar daartussendoor ook geregeld buien. De wind daarbij, net als de komende nacht, langs de kust hard tot stormachtig met mogelijk zware windstoten. Boven land natuurlijk wel wat minder. En dan morgen ook een wat teleurstellende temperatuur, zo'n 16 graden in de middag. Woensdag, een volgend frontensysteem dat passeert met bewolking, met regen. Natuurlijk ook weer behoorlijk wat regen. De wind wordt dan zuidoostelijk, zal wat afnemen en dan wordt het zo'n 18 à 19 graden.
Dankjewel, Huub. En tot zover het TV West Nieuws. Meer is te vinden op onze website omroepwest.nl, op de apps, Facebook en Twitter. En natuurlijk ook op 89.3 Radio West. Straks dus hier TV West Sport. En wij zijn er morgenochtend weer vanaf 7 uur. Met de hele ochtend en ook ruimschoots in de middag speciale uitzendingen van het TV West Nieuws. Die vooral in het teken staan van Prinsjesdag. En uiteraard is de koninklijke stoet met de Gouden Koets vanaf 1 uur ook live te zien hier op TV West. Graag tot morgen en een hele fijne avond.